Hier zijn we in Münsterbilze. Dit was de spoorzaad van een van de eerste spoorwegen van het land. De verbinding Antwerpen-Hasselt-Maastricht. En men maakt hier in Bilze, Münsterbilze, gebruik van die oude spoorlijn die terug in gebruik zal worden genomen. Münsterbilze is een van de plaatsen waar de eerste tramlijn van het Spartacus-project zal halt houden. Hier komt een nieuw station waar ieder half uur twee sneltrams zullen stoppen. Op een kwartiertje ben je in Hasselt of op 20 minuten in Maastricht. Dat betekent ook dat met de honderden mensen die hier gaan opstappen, heel deze buurt, de handelszaken die er zijn, gelijk de bloemenzaken, de horecazaak Ginder enzovoort, hier in de Münsterbilzestraat en verschillende winkels, een werkelijke heropleving gaan krijgen. Op veel plaatsen in het buitenland heeft de aanleg van het tramsysteem gezorgd voor een nieuwe dynamiek in de stad. In het Franse Mulhouse werd het stedelijk weefsel helemaal hertekend. L'arrivée du tramway permet, offre de nouvelles perspectives d'aménagement urbain, que ce soit paysager, avec de la verdure, que ce soit en choix de matériaux urbains au sol ou en rénovation de façades sur le tracé. Donc l'arrivée du tramway, oui, amène une véritable rénovation du tissu urbain et de l'attractivité d'un centre-ville. Zijn die kleinere steden die zich ontwikkelen dankzij een hoogwaardig openbaar vervoer. En dat zal Spartacus kunnen zijn. Dus wij rekenen op de hefboomfunctie die dit belangrijk project zal betekenen. Het is een zeer zware investering met Vlaams geld in Limburg, waar we al jaren om vragen. En die de lokale bevolking, de lokale stadskas, vrijwel niks zal kosten. De knooppunten zijn de zenuwpunten van het netwerk. Hier komen treinen, bussen en sneltrams samen. Op die plaatsen wordt alles erop voorzien om overstappen en parkeren zo eenvoudig mogelijk te maken. Maar naast het functionele moeten deze knooppunten op termijn ook ontmoetingsplaatsen vormen, waar ruimte is voor vrije tijd en ontspanning. De lijn zou er een groot voordeel bij hebben moesten daar voorzieningen komen die veel reizigers aantrekken of veel reizigers genereren. Maar het is uiteindelijk de provincie en vooral de lokale actoren, de gemeenten, die moeten bepalen wat ze rond die haltes toestaan. En zij hebben daar de sleutel in handen om mee van Spartacus een succes te maken. Stads- en streektrams zie je overal in Europese stadsgewesten opduiken. Frankrijk, Duitsland, noem maar op. Wat is de kracht van die investeringen daar? Die steden en regio's koppelen ruimtelijke ontwikkelingen aan hun tramnetwerk. Ja, de eerste kaart die ze op tafel leggen is de kaart van het tramnetwerk met daarop de haltes. En dan wordt in een perimeter van een paar honderd meter rond zo'n halte gezegd hier kan je bouwen, daar kan je bouwen of daar kan je bouwen. En dat gebeurt daar en dan krijg je de win-win. De ruimtelijke ontwikkelingen profiteren van de aanwezigheid van die tram. En omgekeerd, het tramnetwerk wordt rendabeler door het feit dat daar ruimtelijke ontwikkelingen op dat netwerk zitten. Woonuitbreidingsgebieden of bedrijventerreinen hebben meteen een extra troef als er een Spartacus-knooppunt in de buurt is. En daar wordt nu al rekening mee gehouden bij het beoordelen van ruimtelijke uitvoeringsplannen. Wanneer je als regio wil meespelen in de toekomst en je wil kwaliteit hebben naar je inwoners toe, je wil een aanbod hebben naar de werknemers toe in het verplaatsen van woon-werkverkeer, dan is openbaar vervoer een onmisbare schakel. En hoe dan ook moeten we ervoor zorgen dat onze provincie een sterk aanbod heeft van openbaar vervoer. En daar ligt voor de lijn in het streekvervoer een enorme uitdaging en is Spartacus het plan dat naar de toekomst gericht is. Toekomstgericht is het woord als je aan Freiburg denkt. De Duitse stad staat model in Europa als het over duurzaamheid en leefbaarheid gaat. De wijk Vauban werd naast het tramtracé ingeplant en volgens de tuinwijkgedachte ontwikkeld, met veel aandacht voor groen, openbare ruimte en verkeersveiligheid. Ik denk dat men versucht hat, in Vauban einiges umzusetzen, wat zukunftsträchtig is. Dat zijn enerzijds die Heizenergie, die Niedrigenergiehäuser, auch die Autofreiheit. Das ist nicht alles perfekt geworden, aber man hat versucht, in der Weise etwas voranzubringen. Und von daher sind wir auch stolz darauf, dass einiges funktioniert. De fiets en het openbaar vervoer krijgen hier voorrang. De weinige auto's die er nog zijn, staan niet op straat of voor de woning geparkeerd, maar in een gemeenschappelijke parkeergarage. Wir haben Kinder und es ist eine gute Möglichkeit, mit Kindern in der Stadt zu leben, weil sie sehr gefahrlos einfach unterwegs sein können. Ich finde es ein gutes Konzept. En de generatie van morgen is er vandaag al gelukkig mee. Weil ich ein Fahrrad habe und ganz viele Freunde. Und es gibt hier so viele Spielplätze.